Dat de relatie tussen mens en dier bijzonder kan zijn, is al lang bekend. Vaak noemen we ze ons maatje of trouwe viervoeten, waar we alles voor over hebben. Maar wat als je huisdier komt te overlijden en je het eigenlijk graag wilt laten begraven? Dat kan nu, want sinds 7 september is er een begraafplaats speciaal voor huisdieren in Westerlee. Kijkt u naar een reportage van Peter Drent en Karin Korte. Hendria en Erwin Jager, wij staan hier op de begraafplaats in Westerlee. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om hier een dierenbegraafplaats te beginnen? 2 jaar geleden moesten wij onze hond in laten slapen. En dan krijg je de vraag van de dierenarts, wat wil je met je hond doen? Dan waren er 2 mogelijkheden, dat was cremeren of achterlaten bij de dierenarts. Dan gaat hij naar de destructie. En ik wou geen van 2. Nee, we wouden hem niet laten cremeren en nadat hij naar de destructie ging, dat wouden we sowieso niet. Ja, dan moet je hem laten begraven. Mensen die komen hier met hun dier, wat gebeurt er dan? Nou ja, er zijn vele mogelijkheden. Wat we ook al hebben gehad is dat mensen bijvoorbeeld al een plek hebben uitgezocht voordat het dier gestorven is. Men kan hier van tevoren komen om een plekje uit te zoeken. Sommige mensen die bellen en die zijn hier binnen een uur en het dier wordt begraven. Er zijn ook mensen die, waarvan Erwin het dier ophaalt en dat zij helemaal niet bij de begrafenis zijn. Dat wij gewoon de begrafenis doen en dat mensen het prima vinden waar het dier komt te liggen. Dit is nog niet 1 keer hetzelfde geweest. Want ik zie dat jullie daar ook een speciale ruimte hebben. Waarvoor is deze ruimte bedoeld? Dit is de ontvangstruimte. Daar kunnen mensen inderdaad even een kop koffie en een kop thee drinken en wat formulieren invullen. Zullen we even binnen kijken? Ja, dit zijn de houten kisten en dit is de biologisch afbreekbare kist. Nou ja, dit is een voorbeeld gemaakt door een kind. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi dat je voor het dier nog iets moois kunt achterlaten. Dat mogen de volwassenen ook doen? Ja, als mensen een foto, een gedicht, wat mensen willen. Ja. Ja, wij willen gewoon dat mensen hier met een goed gevoel het terrein verlaten. En hoe zij dat doen, dat is aan hunzelf. Ik zie dat jullie huisdier hier ook ligt begraven. Ja. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Ja, ik wou toch een plek om weer naar terug te gaan. Dat je gewoon, je hebt jarenlang het dier in huis gehad en ervoor gezorgd dat je nog een plek hebt waar je het herinnert en waar je weer naartoe kan gaan. En hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Mijn man wist ervan en toen had ik het op internet bekeken en toen dacht ik van, oh, dit is wel echt heel mooi. En toen dacht ik van, ja, daar moet hij dan mee heen. Wat vind je van de plek? Ja, die hebben we zelf uitgezocht. Want onze kat, die lag altijd, was echt een zonaanbidder. En we zijn er overheen gelopen. En we zagen gewoon, nou, dit is een mooie plek. Altijd zon, altijd wel veel zon. Nou, dan moest hij hier maar liggen. We hebben bepaalde plekjes gemaakt, zeg maar. Dat zijn het zogenaamde, het familiegraf noemen wij dat, zeg maar. Daar kunnen meerdere huisdieren uit 1 gezin bij elkaar begraven worden. Het zijn toch veel dieren, als je bij wijze van spreken 2 honden hebt en die liggen altijd bij elkaar. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, ik wil ze ook graag als ze dood zijn bij elkaar houden. En dan huren ze zo'n plek, zeg maar. En dan kunnen ze bij elkaar begraven worden. En dit is zo'n familiegraf? Familiegraf, ja. De eerste hond van die mevrouw die is hier begraven. En ze heeft nog een hond. En nog 3 poezen. Dat komt allemaal bij elkaar te liggen, zeg maar. En nou zie ik hier ook iets. Is dit symbolisch? Kun je hier iets over vertellen, wat dit is? Ja, dit is een hond, die heette Raf. En ze noemden hem Keng Raf. Dus hij heeft een kroontje opgezet. En de bal waar hij altijd mee speelde, die heeft ze erin gestopt. We zijn hier nu bij het strooiveldje. Dat is helemaal achterin dus.
mensen kunnen dus hier hun dier begraven, maar ook uitstrooien, neem ik aan. Ja, als mensen hun dier gecremeerd hebben, dan hebben ze hier de kans ook om het uit te strooien. Hier een plekje uit te zoeken wat voor hun goed voelt. Misschien, we hebben een vrouw gehad die heeft inderdaad thuis honden, zeg maar, die gecremeerd zijn staan. En die had ook zoiets van, ja, wat moet ik straks met die honden? Nou ja, dan is hier de mogelijkheid om ze uit te strooien. Hier ligt Falco begraven. Dat was voor mij wel heel, heel bijzonder inderdaad. Dat was op zaterdagmorgen, kreeg ik telefoon en de hond was overleden, zeg maar. Ze hebben hem gebracht. Ze waren met 6 volwassen mannen. En die kwamen dan de hond begraven. En ik had de plek uitgezocht. Ze keek naar de stand van de zon of van de maan. Ik weet niet waar ze naar keek. En later kwam... Ik had het graf gemaakt. Ik zeg, zullen we de hond begraven? Nee, moest nog even wachten. Toen kwamen er nog twee. En toen kwam er nog iemand. En uiteindelijk waren ze met 11 volwassen man. En ik kon wel weggaan ook. Ik ben weggelopen. En ik heb later, kwam ik kijken. En dan stonden ze allemaal rond het graf. En hadden ze een vuurtje gebrand. Ze waren een vuurtje aan het branden op het graf. En ik heb ook alles maar rustig zo gelaten. En ik kwam nu, later kwam ik weer kijken, zeg maar. En toen vroegen ze of ze nog even in de ontvangstruimte nog even een borrel mochten drinken met elkaar. En ik zeg, ja, die is prima. En toen uiteindelijk zaten ze daar te wodka drinken met 11 man. Hoeveel kost nou zo'n graf voor je huisdier? Een klein graf. We hebben 3 soorten, zeg maar. Klein, middel en groot. Klein is voor een kat, zeg maar, en groot is voor een Rottweiler of net als hond. Een kleintje zit op €90 en een groot op €140 en een middel op €115.